Ik ben een collega van Thea Beckman. Ik heb Thea redelijk goed gekend. En wat ik vooral van haar werk belangrijk vind, dat ze zo ontzettend veel mensen, kinderen, grote mensen, tot lezen heeft aangezet. En dat ze ook zoveel mensen een inkijkje in de geschiedenis heeft gegeven. En ja, veel mensen, veel literaire mensen, vonden haar werk onliterair. Maar ik denk, als ik het vergelijken moet met bijvoorbeeld Tonke Dracht, dan waar ik alles heel erg gestileerd in vind en bedacht, dan denk ik dat Thea's werk toch heel veel mooie kanten heeft. Acqua Promani, trovo le storie.